De Unica Schutte ICT Hellendoorn Rally van 2014 kent een geheel ander startveld. Zo missen we de tweevoudig winnaar Peter van Merkstein. En ook Jeroen Zwane en Bob de Jong staan niet aan de start. Wie zien we wel aan de start? Dennis Kuipers en Bernard ten Brink, gebroedelijk aan de start van de Luttenberg. Door een communicatiestoring bij de organisatie start de KP1 25 minuten later. En dat betekent concentratie voor de coureurs die niet uit hun ritme willen raken. Dennis Kuipers is al snel weg. Hij is deze rally maar op één ding uit. Zijn tweede overwinning binnenhalen voor de Hellendoorn Rally. Kuipers verlaat KP1 in een tijd van 6.32. Gespannen gezicht bij ten Brinker. Voor hem zal het extra hard werken worden, want vorig jaar zat hij voor het laatst in de rallyauto. In voorbereiding op Dakar komt hij hier om ritme op te doen. In Dakar wil hij gaan voor een top 10 klassering. Hier in Hellendoorn weet hij wie hij voor en wie hij achter zich heeft. Ten Brinke begint Luttenberg in een tijd van 6 minuten 40. Dan met de Subaru S14 DRC Edwin Schild. Schild heeft al bewezen snel te kunnen zijn, maar kan hij dit jaar het tempo ook vasthouden? Schild klokt 6 minuten 43. Met startnummer 04 zien we Arjan de Koning met de Mitsubishi Lancer Evo R4. Op positie 5 volgt Piet van Hoofd met navigator Max Jacobs. Op 6 zien we hier de vader van Dennis Kuipers, René Kuipers. Dennis Kuipers eindigde tijdens de rally van Duitsland op een 5e plaats. Bas van Kampendijk samen met Gert Kamphuis rijdt deze rally met een primeur, namelijk de Ford Fiesta R5. De Ford zit net onder de WRC-klassering. Van Kampendijk probeert vanaf het begin het ritme goed vast te houden. Dan onboord hier bij Timo van der Marel en Tim Rietveld. Rietveld die een paar jaar geleden nog navigeerde voor Van Kampendijk. En we zien op de Luttenberg dat het gebruikelijk hard gaat. Het zicht is goed en er lijkt geen vuiltje aan de lucht. En dan wordt het steeds moeilijker en concluderen we maar één ding. Dichte mist. Ja, heel veel. Geen risico genomen, gewoon rustig aangereden. En we hadden denk ik veel verloren, maar goed. De nood is wel voor elkaar zo voor in de mist? Nou ja, wat heet voor elkaar? Kijk, als jij niks ziet, dan houdt het op. Hè. Dus kun je nood hebben waar je wil, maar dat geef je denk ik zelf wel op een weg waar je altijd rijdt. In de mist verras je altijd en hebben we rustig aangedaan. Bas, de eerste twee proeven gehad, hoe gaat het? Mistig, maar daar klaagt iedereen over, denk ik. Ja, het is vrij mistig en ik heb nog steeds het euveltje met een aandrijflijn. Dus we moeten even rustig doen voordat we op de service geweest zijn. Was spannend, direct mist. Dus de noods klapte goed, dus het viel eigenlijk nog wel weer mee. Ja, het was één stuk waar echt dikke mist was. En verder, ja, wel iets, maar niet heel extreem. Ja, jammer genoeg wel. We waren zelf eigenlijk al vroegtijdig gestopt met de mist.
Nou ja, we hadden, als de rijders besloten dat het gewoon te gevaarlijk was. En nou ja, we kwamen terug op service. Toen bleek dat de rest ook geneutraliseerd was. Dus nou ja, inmiddels weer terug naar Park Vermeer zitten we weer tussen. Dus, of naar hergroepering. Dus we gaan nog een man weer verder. Ja, twee proeven hoger in. We hebben Lussenburg en Ypelo hoger in. Maar dan wordt er geannuleerd vanwege de mist. Was het voor jullie ook zo heftig? Ja, het is misschien voor sommige mensen een moeilijk begrip, maar ja, sommige plekken super goed zicht, niks aan de hand. En in één keer ga je zo in de mistbank en je ziet er helemaal niks meer. En vooral ook op de onverharde proeven, waar zoveel zeg maar stof bleef hangen. Dat is gewoon, ja, dat is wel gevaarlijk. Dus ja, het hoort er wel bij, maar ja, je moet ook wel een keer als er wat misgaat, dan jongen, met een groot probleem. Frank, de kop is eraf, maar het is ook meteen geannuleerd. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, dat is een kort dag, maar ik heb wel het idee dat we al een redelijke wedstrijd hadden gehad. Omdat je toch wel best wel aan het zweten bent geweest op die twee proeven. Ja, was, ja we kennen wel mis van de Tank S Rally. Maar daar zie je nog wel iets contouren. Hij wel redelijk constante mis. Maar ja, nou gewoon punt in één keer gewoon niks gezicht meer. Ook, ik kon niet zien waar de weg was. Ik ben een verstandige keuze dat ze hem geannuleerd hebben. Ja, en morgen twee keer de koningsproef, drie keer de koningsproef. Ja, ja dat wordt leuk. Dat wordt mooi. Ja, dat wordt zweten, dat weet ik zeker. Maar ja, daar zie ik echt naar uit. Dat de mist steeds dikker wordt, zien we hier om boord bij Timo van der Marel en Tim Rietveld. De wedstrijdleiding neutraliseert Notter en de rest van de vrijdagavond en dus ziet het eerste klassement er als volgt uit. Op 5 Bas van Kampendijk, op 4 Edwin Schild, op 3 Kevin Kooijman, op 2 Bernard ten Brinke die het gevoel van de wedstrijd goed oppakt en op 1 Dennis Kuipers. Op de vrijdagavond gooit de mist aardig wat roet in het eten. Hoe gaat dat op de zaterdagochtend? Tijdens het verkennen voor de sprint is het nog steeds flink mistig. De rally begint deze zaterdag later dan de voorgaande edities. In dit geval een voordeel, want de mist trekt langzaam op. De ochtend brengt wel meteen vertraging met zich mee. Door de lengte van de proef Hellendoorn duurt de veiligheidscontrole langer dan gepland en start Dennis Kuipers uiteindelijk ruim een half uur later. Hij opent sterk en bouwt zijn voorsprong verder uit. Ten Brinke dan tweede, al rijdt Schild op Hellendoorn een snellere tijd dan Ten Brinke. Hij blijft op een derde plaats staan. Uitvallen van Wim van Muilwijk op de KP7 kan Arjan de Koning nationaal kampioen worden mits hij de rally uitrijdt. Ook zijn teamgenoot Piet van Hoof heeft alleen een finish nodig voor winst in het Open Nederlandse rallykampioenschap. Piet van Hoof heeft het gassen wel op en sluipt steeds dichter bij Bas van Kampendijk die op dat moment op de vijfde plaats rijdt. Whoa!
We gaan naar Hellendoorn en die is anders dan vorig jaar. Voornamelijk langer, 22 kilometer. Kuipers zet op Hellendoorn de snelste tijd neer en Ten Brinke kan niet volgen. Ja, het gaat redelijk goed. Deze lange proef een beetje moeilijk even in het ritme komen, omdat we elke keer lang moeten wachten voor de proeven voordat we kunnen rijden. Dat is wel jammer. Maar het gaat redelijk goed. Ja, je verliest hier een hoop tijd op Dennis, maar wil je hem nog bijhalen vandaag? Ja, ik weet het niet. We gaan gewoon even lekker doorrijden en we zien het wel. Ja, lekker, mooie proef zo lang. En hey, wat gebeurde er op KP7? De Wevensbocht, hè. Ietsjes te laat met remmen. Ja, dat gaat mooi. We hebben veel meer zicht dan gisteren, dus dat maakt het leven een stuk makkelijker. Het is leuk te doen, een mooie proef, mooie lange proef. Complimenten voor de organisatie, super. Nu wel lekker. De vorige heb ik nog iemand van zijn camera afgeholpen, maar deze keer denk ik beter. Een grote camera of een GoProotje? Ja, er stond een statiefje mee, die stond in de weg. Ik zou van die witte baan om afkomen, dat weverspuntje daar. Maar ja, goed, dit liep wel lekker. De Koninginrit Hellendoorn ontstaan uit een samenvoeging van proef Hallerhoek en Hellendoorn. Uniek in de Nederlandse rally. 22 kilometer aan één gesloten proef en daar kijken de rijders naar uit. In het middenveld wordt genoten van deze KP, maar hij vergt wel degelijk volle concentratie. Zo rijden er meerdere mensen lek, waaronder Martijn Moreer en Frank Gerritsen Mulkens. Bij Edwin Wolvers wordt een olielekkage bij de motor ontdekt. De finish wordt meteen gekeken, maar hij kan zijn weg wel gewoon vervolgen richting de service. Martijn, zweten. Ja, het is wel hard werken zo'n proef, ja. Jawel, alleen ik heb ook het idee dat er een beetje warme lucht in de auto komt, dus ik zweet me helemaal lek. Hoe ging de proef zelf, de lengte? Ja, ging goed. Ik merk alleen wel dat ik toch een klein beetje ritme tekort kom, waardoor je niet altijd overal consequent bent. Dus dat is zeker op zo'n lange proef echt essentieel, dus dat is wel jammer. Ja, en net de laatste kilometer reden we lekker band, dus ik gooi er een klein beetje roet in het eten, maar het is wel een hele gave proef om te rijden. Super gaaf. Kun je op adem komen? Ja, rustig aan wel, ja. Ja. Lange zet? Ja, super gaaf. Ja? Ja, heerlijk. Ja, super gaaf. Ja? Echt super gaaf. Het lijkt niet op 24 kilometer. Wat mij betreft maken ze maar 50 kilometer, helemaal top. Ja. Leuk proef, echt waar. Lekker ritme pakken zo. Dus. We gaan alles wel aan elkaar knoppen, heerlijk. Ja, ik bevalt mij wel. Je staat hier langs de kant van de weg stil naar Proef den Ham. Wat is er aan de hand? Ja, de dam ging eigenlijk super. Na ellende van gisteravond met de mist, vanmorgen echt volle bak gestart. Ging super. En toen kwamen we bij de tijdcontrole achterop de proef. En toen attendeerden ze op dat we lekkage onder de auto hadden. En dan blijkt dat we een scheur in de achteras hebben. Dus einde wedstrijd, zeg maar. Mooie proef? Ah, super. Hij loopt gewoon geweldig nou. Ja, helaas niet met je eigen kadet, hè?
Nee, maar voelt eigenlijk bijna. Ja, nou, net zoals trouwens een cadet, maar voelt goed zo. Ja, absoluut. Wat ben je met je eigen auto aan het doen? Ja, die krijgt total makeover, zeg maar. Andere versnellingsbak, ophanging en nieuwe lak, voor weer 100 punten. In de 325 e-challenge rijdt Marius Rede lek op KP7 en Wesner Averes profiteert ervan. Maar op KP8 neemt Rede de leiding weer over en staat Averes op een tweede plaats. Ja, we gaan goed. We gaan lekker. Inderdaad. Ja, we liggen nu eerst in de challenge, dus hou zo. We gaan de vierde plaats achter ons laten deze editie. Of niet? Groep voor de vierde plaats. Hoppa. Wesner had zijn tweede plaats al eerder overgenomen van Henk Bakkenes, die met problemen kampt. Ja, wij hebben de vorige groep de versnellingspook afgebroken. Ja. En dus was even heel wennen, we handelden wel zeer. En, maar ik heb een goede streekgenoot hier, Albert Alting, dus we hebben hard mogelijk gereden. Dus. Maar het kostte je wel de leiding in de challenge, hè? Ja, anders hadden wij zeker vooraan gestaan, ja. Maar ja, nu, we hebben nog een hele dag, hè? Ja. Je zet de aanval wel weer in? 100%. We'll be right back.
In het middenveld vallen helaas nog de nodige rijders uit. Freddy Gerritsen-Mulkes sluit zijn eerste grote rally vroegtijdig af met een kapotte motor op de KP. In de 325 e-challenge verschuift ook het nodige, want Wesnaar Averes crasht tegen een boom en Marius Reder slaat over de kop. Na KP15 is de stand dan als volgt. Frank Gerritsen-Mulkes op plaats 15, Martijn Moree op 18, strak gevolgd door Ger Havekaten en Edwin Wolfers. De winnaar van de 325 e-challenge wordt dan Henk Bakkenes en die vinden we op plaats 29.
request van de Fiesta trofieleider Theo van der Eijk is de spanning weg in de trofie. Mats van der Brand is de snelste rijder, gevolgd door Timo van der Marel en Kevin van Dijnen. Van Dijnen probeert de hele dag nog dichter bij Timo van der Marel te komen, maar komt uiteindelijk nog een schamele 1,4 seconden tekort. Edwin Schild kan Kevin Koorman toch nog op het podium komen en zo lijkt de strijd om de podiumplaatsen naar KP9 al volledig op slot te zitten. Kuipers probeert gewoon goed te blijven rijden en geen fouten te maken. Ten Brinke kan niet anders doen dan volgen en hopen nog een KP-zege te pakken. Door de vele regen is het onverhard van KP14 tot een modderpoel geworden. Hierdoor is deze proef geneutraliseerd. Kuipers wint uiteindelijk met clean sweep. Op KP13 Beuzenberg komt Van Hoofd definitief voorbij Bas van Kampendijk met een krappe seconde voorsprong. Van Kampendijk gaat er nog wel even voor zitten omdat hij weet dat Van Hoofd geen goede nachtrijder is en de voorsprong nog maar klein is. Gaan we verder met de einduitslag. Op 5 is geëindigd Bas van Kampendijk. Op 4 Piet van Hoofd. Op 3 Kevin Koorman. Op 2 Bernard ten Brinke. En de absolute winnaar is op nummer 1 Dennis Kuipers. Helemaal een wereldzaal neergereden, maar het is was, toch wel de laatste proef zo moeilijk. Dat is zoveel modder onderweg, het laatste stuk. Geweldig, ik gewoon heel sterk gereden en heeft meer ritme dan mij, dus volgend jaar beter. Gefeliciteerd met, jij denkt, een geweldige rally. Ja, dat ik van tevoren niet kunnen denken. Maar even kijken wat Van Hoofd doet. Ik had 19e achterstand. Dus ik heb wel geprobeerd op deze proef toch even goed voor zitten. Van Hoofd is geen nachtrijder, dus met een beetje geluk hebben we 4e plek. Dennis Kuipers! En 100 duizend! Oh.